Goedendag, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Dier in de Kijker. Ja, we gaan inderdaad kijken. We zijn hier op recreatiegebied Busselo en daar vindt een hele grote hondenshow plaats. De leukste hond van Nederland en natuurlijk de hulphond. We hebben met verschillende mensen gepraat en het leuke is gewoon, zowel dier als baasje, ze zijn allemaal zo vrolijk. Ja, we staan hier bij Dennis Cordes. Dennis, jij bent een van de mede-organisatoren hier van dit evenement, hè? Dat klopt. Royal Canin Nederland is de organisator in feite van het totale evenement. Ook de initiator, we hebben het zelf bedacht ook. En juist vanwege het feit dat als je kijkt naar Stichting Hulphond, een perfect doel. De kernwaarden van Stichting Hulphond en die van Royal Canin staan dicht bij elkaar. Die honden moeten een topprestatie leveren. En wij leveren met onze voeding ook een kwaliteit waarbij de honden ook een topconditie blijven. Wat is Stichting Hulphond? Stichting Hulphond is een organisatie die honden opleidt voor mensen die aan een rolstoel gekluisterd zijn. En waarbij honden met name zeg maar, dusdanige activiteiten verrichten voor de cliënt in dit geval. Dat eigenlijk een wereld voor hun open gaat. Waarbij zo'n sterke band ook ontstaat tussen een hond en tussen het baasje. Dat je zeg maar, praat ook over een hele trouwe gezel die krijgt echt in feite de relatie van een partner. En omdat je dan daardoor minder afhankelijk bent ook van mensen, hebben de mensen daardoor veel meer vrijheid. Echt, als je het ziet ook wat die honden kunnen en waartoe ze in staat zijn, is echt geweldig om te zien. Ja, ik heb namelijk gehoord dat het zo is dat als iemand epileptische aanvallen krijgt, dat zijn hond dat al eigenlijk voelt aankomen. Ook dat is een activiteit van de Stichting Hulphond, waarbij de hond tijdig ook signalen afgeeft. En het baasje daardoor eigenlijk in een veilige positie kan gaan komen. Dus gaan zitten bijvoorbeeld. Waardoor als hij uiteindelijk een aanval krijgt, hij verder geen letsel daaraan overhoudt. Hoeveel honden hebben zich ingeschreven vandaag? Dit is een absoluut record. Er hebben 1600 honden zich ingeschreven. En nog meer baasjes uiteraard, maar het is uniek in Nederland. Het is dan tevens ook de grootste hondenwandeling van Nederland. Je praat over 1600 honden. Nou weet ik dat Busselo is prachtig. Maar waarom gekozen voor Busselo? Er zijn een hele hoop mooie plekken in Nederland natuurlijk. Er zijn veel mooie plekjes in Nederland, dat klopt inderdaad. Nederland is een prachtig land. Aan de andere kant, als je gaat kijken naar, laat ik zeggen, een stuk natuur in combinatie met water, is dit, wat is onze tweede keer, is dit toch wel eigenlijk bij uitstek een geschikte locatie voor onze activiteit. Nou, is het niet alleen wandelen met honden, er gebeurt nog veel meer. Hè? Wat kun je ons daarover vertellen? Er vindt inderdaad vandaag veel meer plaats. Er is onder andere Doc Frisbee. Ook Stichting Hulphond die geeft een aantal demonstraties om juist te kunnen overbrengen hoe uiteindelijk ook de honden activiteiten verrichten voor de cliënten. We hebben een flyball activiteit. Tryball vindt plaats. De leukste verkiezing van de hond van Jardy vindt plaats. Daarnaast hebben we ook nog een activiteit Date the Dog, waarin uiteindelijk ook asielhonden bij toekomstige baasjes worden gebracht. Er is een springcursus, kinderen kunnen worden gesminkt. Dus er zijn heel veel activiteiten die plaatsvinden vandaag. Wij gaan het allemaal bekijken. Dennis, even nog over de BN'ers, want er komen BN'ers vandaag. Wie zijn dat allemaal? Nou, in het wereldje zelf, in de kinologiewereld, dan praat je over Klaas Wijnberg, een bekende hondenfluisteraar. En over Nicky Grootjes, een bekende gedragsdeskundige. Daarnaast praten we over Martin Gaus en Yvonne Kronenberg, schrijfster. Die allebei aanwezig zullen zijn en die ook de opening straks zullen gaan verrichten. Nou, wij gaan het allemaal beleven. Bedankt en wij zien elkaar. Oké. Dames en heren, hartelijk welkom op dit grote evenement, dit spektakel hier in Busselo. Welkom alle deelnemers, blij dat u ook in grote getale gekomen bent hier naar Busselo toe.
Welkom ook alle bekende Nederlanders, Martin Gaus, Frits Wester, Yvonne Kronenberg, die ook de opening zo meteen zullen gaan verrichten en die ook zelf een ronde zullen gaan lopen zo meteen. Het weer is ook gigantisch mee, dus wat dat betreft is het ook voortreffelijk. Beter als het niet gekund. Ja, dan rest mij niks anders dan over te gaan tot de opening. Mag ik dan ook verzoeken aan Martin, Frits Wester en ook Yvonne Kronenberg om de schaar ter hand te nemen. En, zodra die ingrediënt is gebracht, dan roepen we, tellen met z'n allen af van 3 naar 1. 3, 2, 1, yes! We zijn hier bij de grootste honden van Nederland, dus hiermee geopend. En dan mag ik de Martin verzoeken om als eerste straks met de groep mee te gaan lopen. En de rest volgt zo meteen, maar allemaal ontzettend veel plezier vandaag. Ja, we staan hier bij Frits Wester, ja, politieke verslaggever van RTL. Natuurlijk enorm roerige tijden. Hoe heeft u nog plaats kunnen maken om hier even te zijn vandaag? Ja, als ambassadeur van de Stichting Hulphonden wil ik graag altijd bij dit soort evenementen natuurlijk ook zijn. En ja, in die zin was het vandaag toch weer goed te combineren, want ik moet zometeen naar het PvdA-congres in Nijmegen. Daarom sta ik ook hier in mijn nette pak, terwijl het eigenlijk veel te mooi weer is daarvoor. Ja. Maar ik moet daar zo meteen naartoe en nou, op de route vanuit Den Haag, Voorburg, waar ik woon. Ja, graag even hier langs om daarna straks naar de vergaderzaal te gaan. Maar eigenlijk is het hier veel leuker. En wat hier gebeurt voor de Stichting Hulphonden. Al die mensen die met hun honden komen wandelen hier, die geld ophalen voor die Stichting Hulphonden. Dat is heel belangrijk en daarom ben ik er als ambassadeur ook graag bij. Hoe ben je ambassadeur geworden? Nou, een paar jaar geleden stond ik op een receptie. Ja, en daar waren hele lange speeches en dat duurde me allemaal ontzettend lang. Er was een mevrouw met in een rolstoel en met een hele mooie golden retriever. En ik zeg zo tegen die mevrouw, terwijl ik daar stond te wachten, god, een mooie hond heeft u. Ja, zegt ze, dat is een hulphond. Ik zeg, wat, een hulphond? Ik ken natuurlijk wel de blinde geleidehond, maar niet de hulphond. Nou, zegt ze, die had de was uit de machine, stopt het in het droge, die kleedt me s'avonds uit, die maakt de deur open, geeft de telefoon aan of de portemonnee, haalt boodschappen uit de rek in de winkel. Ze kan die hond het allemaal. Nou, ik vond het zo'n bijzonder verhaal. En toen heb ik daar een keer een column over geschreven. Ik ben ook columnist van de AWB-kampioen. Over hulphonden. En toen reageerden heel veel mensen erop. En toen werd ik gebeld door Stichting Hulphond of ik ambassadeur wilde worden. En ja, zo is het eigenlijk gekomen. Wat houdt het in, ambassadeur zijn van Stichting Hulphond? Ja, dat je probeert aandacht te vragen voor de Stichting Hulphonden, voor het fenomeen hulphonden. Bijvoorbeeld op televisie. Ik was laatst bij Omroep Max en toen heb ik ook uitgelegd. Heb ik een hond laten zien wat zijn hond allemaal kan, met een wasmachine erbij. Dus je probeert het geld inzamelen te ondersteunen en aandacht te vragen. Ja, als bekende Nederlander is dat toch een stukje makkelijker voor die hulphonden. Want het is zo'n geweldig iets. Die honden helpen mensen met een beperking, nemen ze zoveel dingen uit handen. Zelfs omdraaien van mensen s'nachts in bed tegen het doorliggen en zo. Kortom, dat verdient gewoon alle steun en daar leef ik graag een steentje bij. Ja. Heb je zelf ook een hond? Nee, ik heb zelf geen hond. Ja, we werken allebei. De jongens gaan naar school en helaas nog niet. Misschien later ooit een keer, maar ik ben wel dol op honden. Goed. Ik wil u niet te lang ophouden, want een hele drukke dag voor de boeg. Fijn dat u toch even voor de camera wilde komen. Goedemiddag. Zoals jullie al hoorden, mijn naam is Hans Anders. Ik heb een dwarslesie. En naar aanleiding van een verkeersongeluk. En aan de aanleiding daarvan zijn er een aantal staven in mijn rug gezet. Dus ik heb heel veel problemen met bukken. Nou, als je je handen hebt nodig hebt om in de rolstoel voor te bewegen, moet je alles op je schoot meenemen. Dus er valt nogal eens wat van de schoot af. Maar om die spullen op te pakken, daarvoor heb ik eigenlijk mijn hulphond. Dit is Oeke. Oeke is een labradoodle. Ik heb Oeke 4,5 jaar. Ze heeft eerst een 2-jarige opleiding gehad bij de Stichting Hulphond. En daarna heeft zij mij gekozen als haar baas. Ik ben erg blij met haar, maar haar belangrijkste taak, dus het oppakken, dat zijn dingen die ik vanmiddag even aan u wil laten zien.
Oké, gaan we kijken naar een demonstratie van een hulphond. En ik wil nogmaals benadrukken, en hier krijgen we live wat te zien van een hulphond aan het werk. En hoe moeilijk het ook is onder deze omstandigheden, met dit weer en het publiek en alle spanning en stress die erbij komt kijken, de camera's die erop staan. Maar toch moet je het dan toch maar eventjes laten zien. Een van de dingen die hij ook doet is de handschoenen uittrekken die gebruikt worden bij het rolstoelgebruik natuurlijk. En je ziet dat hij dat soms even lastig vindt om dat goed te pakken, omdat ook met dit weer de handen daar een beetje goed in vastzitten. Maar dat doet hij dus. En het lijken hele kleine dingen waarbij we zelf amper stilstaan. En dat is eigenlijk wat een hulphond doet. Het maakt je leven wat makkelijker om eigenlijk energie te besparen en oefeningen te doen. Hij moet ook de halsband uitdoen en zijn koppel weer insteken. En al dat soort kleine dingetjes zorgen ervoor dat Hans het veel makkelijker heeft. Vooral is deze hond gekregen om het opruimen van spullen in verband met de handicap van Hans. Je ziet ook dat hij constant beloond wordt, want dat is wat wij doen. Beloningsgericht trainen, kijken naar de beste honden uit de beste foklijnen. Om te zorgen dat wij de beste honden kunnen leveren voor mensen die het echt hard nodig hebben en die het kunnen gebruiken. Zelfs een telefoon die valt, zelfs de tanden zet hij er niet in om dat netjes terug te krijgen. En zo kan hij alles doen. Oké, voor Hans betreft is het best zo. Voor Oep die vindt het prachtig om te doen. En meteen ook weer die rust neemt plaats bij de rolstoel. En ik ga eens even vragen of dat misschien wel familie van elkaar is. Ik heb geen flauw idee. Maar in ieder geval de dames, hoe heten jullie? Nou, ik ben Melissa de Lorijn. Uit? Ik kom uit Gaanderen. En ik ben Jolanda Robben uit Oorschot. Nou kijk, jullie kenden elkaar dus niet. Jullie zijn elkaar hier tegengekomen. Ja. Dus dit is geen broer en zus. Nee, en ook geen boksen, en ook helaas. Nee. Dat heb ik dus. Ja. Wat is het wel? Het is een boemerstief. Ja. En ja, in ieder geval geen boksen. Dat is duidelijk. Ja. Wat is het karakter? Waaks. Geen will to please. Alert, lief,
En ze hebben echt een consequente behandeling nodig. Geen beginnershond. Nee, absoluut niet. Je moet echt wel verstand van hebben. Nou had ik al stiekem op dat labeltje gekeken. Dat is Rinus, hè? Nee, dit is een verkeerd labeltje en het stond er Tinus op, maar dat was mijn vorige hond. Mijn vorige hond heette Tinus, maar hier staat mijn telefoonnummer op. Oh, vandaar, want ik keek even stiekem. Ja. Ze heet Jules. Jules heet ze. Het is een meisje en dit is ook een meisje. Het zijn twee dames. En hoe heet jouw hond? Seven. Hoe oud is die? 2,5, bijna 3 alweer dus. Ja. En die van jou? 14 maanden. Dus dat is een jonkie. Een jonkie, ja. Betekent dat dan ook dat die hond, kijk maar, het is helemaal geweldig. Betekent dat ook dat die hond een beetje in de puber is? Ja, die periode heeft hij zo goed als afgesloten, maar ooit dan valt hij nog wel eens terug, ja. Nou, heel veel plezier nog en een hele fijne dag, hè. Dankjewel. Oké. En blijkbaar is een hele snelle, actieve hondensport. En dan is het heel erg interessant worden. En dat ze alle kanten op de Nederlandse kanten op de goede kanten te zien. En de bedoeling is dat ze even heel erg mensen heen gaan. Ja, we staan hier bij Klaas Wijnberg, ook schrijver. Wat voor boeken schrijf je? Ik heb twee boeken geschreven die gaan over een methode die ik bedacht heb. Dat heet de stapcontactmethode. En die draait om lichaamstaal. Het werken met honden op basis van lichaamstaal. Zo weinig mogelijk correctie en op het bouwen van een relatie. Daar gaan de boeken over. Zijn het echt boeken alleen over honden of ook over andere diersoorten? Echt alleen over honden. Van andere dieren weet ik niet veel. Honden is mijn skill. Dus het gaat alleen over honden. Ja. Nou bent u ook dierenfluisteraar. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, de term, dus mijn eerste boek heet De Hondenfluisteraar. En de term is eigenlijk ontstaan omdat ik niet praat. Tegen een hond. En omdat honden natuurlijk onderling dat ook niet doen. Dus in de workshops die wij geven op Ameland doen wij, dat zijn trainingen waarin je zo stil mogelijk met de hond probeert te werken. En door stil werken krijg je contact met de hond en biedt de hond je aandacht. En in plaats van dat je dan schreeuwt of doet, biedt de hond uitgesteld dat contact aan. Dus dat is eigenlijk waar de term hondenfluisteraar vandaan komt. Kun je zelf ook aanvoelen wat een hond dan voelt? Nee, daar geloof ik niet zo in. Want de hond heeft een andere hersensamenstelling als wij hebben. Dus de hond kan niet voelen wat wij voelen. Wat hij wel kan voelen is of je anders bent. Dus als je normaal goed gehumeurd bent en je bent erg chagrijnig of andersom, dan kan die hond dat verschil wel merken. Hoe ziet zo'n workshop in elkaar? Mensen komen op vrijdag bij ons intern, 5 dagen, dus kunnen zich volledig concentreren op die workshop. En wat we ze dan leren is hoe ze anders naar die hond leren kijken. En snappen dat de hond andere dingen nodig heeft als dat zij denken dat het is. Want wat we vaak doen is de hond alleen maar kunstjes leren. Hè? Kom hier, ga zitten. En voor de rest hebben we eigenlijk geen contact met de hond. En de hond is een groepsdier en wil heel graag met je samenwerken. Dus we benaderen het een beetje van een andere invalshoek. Ga je ook nog een demonstratie geven vandaag? Ik ga geen demonstratie geven, maar ik ga wel even met mensen wandelen. En tijdens het wandelen probeer ik altijd even te laten zien van zie je dat gebeuren. Want een deel van een hond hebben en houden is ook leren observeren. Kijken wat de hond vertelt. Het wordt een hele drukke dag natuurlijk. Prachtige dag. Ja, en het is al prachtig weer, dus wat willen we nog meer? Ja. Ik wens je heel veel succes vandaag. Bedankt. En plezier. Ja, ik zie daar twee dames staan, heel enthousiast met een heel klein hondje. Dus ik ga ze even vragen wat dat voor soort is en waarom ze natuurlijk hier zijn. Dames, goedemiddag. Hallo, mag ik even wat vragen? Ja, hoe heet jullie? Sonja Bada. Uit? Jouren. En? Ria de Jong, ook uit Jouren. Nou, ik zie daar zo'n schattig hondje. Wat is dit voor soort hondje? Het is een chihuahua. Laat hem eens staan, want zo hoog is hij niet, hè? Hij is moe. Hij is klein, ja. Is dat nog een pup of is dat al een volwassen? 1,5 jaar oud. Dus wel volwassen, hè? Is dit de eerste keer dat jullie hier zijn?
Voor mij wel. Voor jou? Voor mij ook. Leuk, zo'n hele reis en dan dit allemaal mee te maken. Super. Ja, volgend jaar weer. Gaan jullie voor de leukste hond van Apeldoorn? Hebben jullie ingeschreven? Nee, wij zijn hier op uitnodiging van een vriendin van ons, Klaasien. Die doet voor Stichting Hulphond. Dus vandaar dat we hier zijn. Maar niet ingeschreven, want ik vind het schat. Ja, nee, niet ingeschreven. Doen we nog. Kan het nog? En dit was het dan weer vanaf recreatiegebied Buslo. Ja, wat wij vooral vandaag gezien hebben is het plezier wat hond en mens met elkaar hebben. En dat is natuurlijk uiteindelijk het voornaamste. Blijf kijken naar TV Apeldoorn, naar Dier in de Kijker. Tot de volgende keer. Dag, ja, Theo, dan moet je ook niet zo beginnen te lachen, want ik schiet ook in mee de kreuk, hoor. Ja, goedenavond. Dit is wel de zevende take, dat gaat ook niet goed.